Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe aflevering, nieuwe serie zelfs, op mijn YouTube kanaal. Vandaag starten we met een My Team Career Mode aflevering 0. Vandaag gaan wij alles wat te maken heeft met het opstarten van ons nieuwe team, gaan wij doen. We gaan onze tweede coureur halen, we gaan een motor aanschaffen, we gaan een sponsor tekenen, noem het maar op. En dan ja. Dat gaan we allemaal doen en dan gaan we de volgende aflevering naar de Grand Prix van Australië die er al aan zit te komen. En dan, ja, hier heb je ons pak, ons poppetje, hoe we eruit zien. Dit zijn ook een beetje de teamkleuren die wij gaan gebruiken dit seizoen. Ja, teamdetails. Nou ja, voer je teamnaam in. Dat wordt Van Herk Racing F1 Team. We gaan voor bonus, voor een mooie sponsor. Nou, als je dan een beetje kijkt, lijkt Distroad. Distoot, ja, lijkt wel het beste en het makkelijste te halen. Finish 8 in het constructeurkampioenschap. En een doelbonus en wekelijkse inkomen is gewoon prima. Dus we nemen Distroot. Ja, we gaan ook voor de Honda motor. Zoveel maakt dat niet uit. En we nemen uiteindelijk hier Callum Island, Jack Aitken of Jordan King. En als we daarvan tussen gaan kiezen, nemen we Callum Ilott. De man die in het echt tweede is geworden achter Mick Schumacher. En verdient dus bij ons een kans. Het lijkt erop dat we ons deze leverancier wel kunnen veroorloven. En zo dus hebben we nog 900.000 over. En dan zouden we geen Mercedes kunnen halen, maar zouden zelfs een Renault motor kunnen halen. We hebben nog 500.000 over. Dus ga je gang en bevestig als je wil. Het lijkt erop dat we houden het bij de Honda motor. En we tekenen Canal Island. En dan gaan wij richting onze livery. En hier hebben we dan de auto van Herk Racing F1 Team. We hebben de, ja, een panter, een groene auto met zwart. De teamkleuren zoals je ook ziet. En zo gaan we naar een volledige kalender. We beginnen dus in Melbourne, Australië. En we eindigen uiteindelijk in Abu Dhabi. En zo gaan we op daarheen. We doen gewoon een volledige kwalificatie, 25%. En we veranderen per circuit het niveau aan. En in Australië rijden we op het niveau 103. Ook gaat veiligheidsauto aan, voertuigschade op verminderd, flashbacks uit. En voor de rest gaat alles gewoon zoals het staat. Zo blijft het ook heel het seizoen. En zo gaan wij naar onze carrière. Naar het hoofdkwartier van Van Herk Racing F1 Team. En we gaan live over 5, 4, 3. Hallo allemaal en welkom op het hoofdkantoor van het nieuwste team van de Formule 1. We zijn hier backstage uitgenodigd voor een exclusief kijkje achter de schermen van wat wel eens het spannendste team ooit zou kunnen worden in de Formule 1. De afgelopen decennia hebben we al talloze nieuwe teams de ring van de Formule 1 zien betreden, zoals Caterham, Manor, HRT en natuurlijk Haas. Sommige bleven, andere werden gekocht of werden nieuwe teamleden en sommige die hadden minder geluk en verdwenen. Maar let op. Wat dit team zo speciaal maakt, is dat de eigenaar ook de coureur is. Dit was iets wat in de goede oude tijd van de Formule 1 vrij veel voorkwam. Met legendes zoals Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees en Graham Hill, die allemaal in hun eigen auto's reden. Maar dat is iets wat tegenwoordig nog maar heel zelden voorkomt. En wat het extra bijzonder maakt, is dat niet alleen het team nieuw is binnen de Formule 1, ook de coureur maakt dit jaar zijn entree op dit hoogste podium. Wat er ook gebeurt dit seizoen, ja, is al gehaald. Vertel eens, ga je de enorm zware taak van zowel het managen als het rijden van een Formule 1 team aan? Kunnen wij dat aan? Ja, natuurlijk kunnen wij dat aan. Het team heeft twee coureurs nodig, maar wat sprak je aan in je teamgenoot? Ik zie veel potentie in Callum Ilott, nummer 2 in het wereldkampioenschap. Welk team ben je van plan te verslaan? Ja, we hopen in ieder geval Williams te kunnen verslaan. Dat zou altijd wel lekker zijn. We zullen ook hopen op de simdata, want ja, we hebben het natuurlijk niet getest. We hebben jaren ervaring
ervaring op en buiten de baan. Hoe ben je van plan die achterstand goed te maken? Ja, het zal moeilijk worden. Nou, eerst eens, hebben we inderdaad een beter beeld. Onderdeel van deze sport. Hoe heb je ervoor gezorgd dat jullie auto kan profiteren van elke kans die jullie krijgen? Zorg dat iemand geen gridstraffen krijgt, dat is natuurlijk het belangrijkste. Van je nieuwe afdelingen ben je het meest trots. We gaan hier voor het chassis die we gaan verbeteren, hopelijk. En dit was het voor nu. Ik kan niet wachten om te zien hoe dit gloednieuwe team haar eerste Grand Prix zal gaan rijden. En cut. En daar zijn we dan in het hoofdkwartier van de Grand van onze team. En je ziet het hier, volgende Grand Prix, 12 maart. Grand Prix van Australië op een donderdag. Natuurlijk is dat de mediadag. Activiteit, hoe gaan we het invullen? Trainingskampcoureur is altijd handig. En we hebben hoeveel dagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dagen. Merchandise, altijd handig. En we sturen onze... Wat wil je versturen? Teamgenoot nog even. Ja, een trainingskampje. En hier krijgen we door hoe we ervoor staan. De IT-afdeling. Gelukkig is alles... Ja, je Carl, onze... Ja, dus onze manager soort van. Die helpt ons hierbij. En zoals je ziet staan we op het moment voor Haas, Alfa Romeo en Williams. Best dicht bij elkaar. Racing Point, het derde team. Ferrari dus wordt afgezakt. Zoals dit echt ook het geval is. We hebben gelukkig al in ieder geval een redelijk goede motor. En ik denk dat we maar even gaan investeren in de duurzaamheid. Wel belangrijk natuurlijk. We spoelen de tijd even door. En dan krijgen we 500.000 extra middelenpunten hebben we ook gekregen. Dan kunnen we wellicht nog een upgrade doen aan de auto. En dan gaan we voor. Chassis of de aerodynamica. We gaan voor het chassis doen we een upgrade. Nou. Wat vind je hiervan? Te geven bevelen aan de aerodynamica, dus doen we de downforce voor. Die komt pas na Bahrein, dus voor de Grand Prix van Vietnam. Een kleine upgrade, het zal niet veel voorstellen. Ja, gaan we even door alles heen wat we kunnen bereiken. Hier zie je de coureurmarkt. En ja, je ziet dat die Hamilton is het duurst. Verstappen is 92, dus één na beste coureur van de grid. Verstappen is een tempo van 99, het hoogste wat mogelijk is. Het hoogste wat mogelijk is. En hij is maar 10 miljoen. Ja. Canal Island is 1,5 miljoen. En dan ziet het toch wel allemaal ja, leuk uit. Dus hier kan je nog wat dingen bekijken. Sponsoring moet er naar dus, Team Faam 2 gaan voor extra sponsors. Hier zijn we bij... de faciliteiten die we hebben. En ik denk dat we in ieder geval goed direct gaan investeren in ja, de tweede coureur. Want dat vind ik toch wel belangrijk. Dat we een goede tweede coureur hebben. En dan gaan we op naar de auto. Een onthulling. Daar is die. Dat was dus de auto-onthulling. Hiermee gaan wij dus beginnen aan het seizoen. Personeel upgrade, die hebben we dus voltooid, die hebben we dus gekregen. Coureurs terug van het trainingskamp en dat zorgt voor meer ervaring en meer tempo. En ja, zoals je ziet gaan wij dus zo dadelijk op naar de eerste race van het seizoen.
Mensen, ik wil alvast wel zeggen bedankt voor het kijken in deze video. Zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. Een nieuwe serie op mijn YouTube kanaal. Hoop je natuurlijk zoveel mogelijk afleveringen van te kunnen maken. En ja, volgende race is dus de Grand Prix van Australië op het niveau 103. En ik ben benieuwd wat wij daar kunnen gaan presteren op het Melbourne Grand Prix Circuit. En ik zeg later mensen.